Onder grote belangstelling is zaterdagmorgen Skaga Venture, het nieuwe Family Entertainment Center op de Witte Paal in Schagen, officieel geopend. Tot ik jullie dan maar zijn, maken we een mooie dag, een mooi weekend en op super succes. Gaat u? Even? Even? Ja, het is een heel groot avontuur, is het al geweest. En het echte avontuur begint eigenlijk nu, vind ik. Ja. Hoe heb je de afgelopen maanden doorgemaakt? Met heel weinig slaap, hele moeie voeten en benen, maar ook heel veel geleerd, echt heel veel geleerd. En ook gewoon trots op wat er nu staat. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee, met dat hele proces. Ja. Vanaf vandaag gaat alles open, karten, lasergamen, trampolinepark. Hoe gaat het met de boekingen? Nou, vandaag zitten we redelijk vol. Zeker op de kartbaan. Dat gaat lekker door vandaag. We merken ook dat er al heel veel mensen ondertussen bij de kassa staan om een uurtje te komen trampolinespringen of een spel te gaan lasergamen met een groepje. En er staan ook al wat reserveringen in het restaurant. Dus ik denk dat het de hele dag door een gezellige drukte gaat worden. Ja. Jullie hebben naar dit moment heel erg lang toegeleefd, hè? Met z'n drieën mag ik zeggen, hè? Met Bart, Justin en jezelf. Ja, dat klopt, met z'n drieën hebben we, en uiteraard ook Louise, Bart's vriendin. En onze gezinnen hebben we er enorm naartoe geleefd en naartoe gewerkt. En weinig vrije tijd gehad, dus we hopen dat de kinderen vinden dit natuurlijk fantastisch. Dat ze nu ook zien dat ze er nu ook wat voor terug gaan krijgen. Dat stukje wat ze aan aandacht misschien een beetje minder hebben gehad als anders. Ja. Is alles helemaal af? Nou, er zijn altijd natuurlijk puntjes die nog even op de i gezet moeten worden. Dat hou je toch. Dat heb je ook als je in een nieuw huis gaat wonen. Dan moet er toch nog even ergens een plintje of iets opgehangen worden. Of dat hou je toch. Dat hebben we hier natuurlijk ook. Er zijn nog genoeg puntjes om op de i te zetten. Ja. Hoeveel mensen zijn hier aan het werk? Nou, we hebben ongeveer 60 mensen in dienst. Maar die zijn hier natuurlijk nu niet allemaal tegelijk. We hebben op elke afdeling een eigen team met een eigen teamleider. En die regelen eigenlijk alles van planning tot studie. Tot bijvoorbeeld hier op de kartbaan hebben ze echt allemaal een examen af moeten leggen. Want het is natuurlijk best wel een veiligheidsrisico, karten. Dus iedereen heeft daar een praktijkopleiding voor gehad en een theoretische opleiding. En daar een behoorlijk pittig examen voor moeten doen. En ze zijn gelukkig allemaal geslaagd. Dus daar zijn we heel trots op. En datzelfde geldt ook voor de andere afdelingen. Iedereen heeft echt een cursusje moeten doen om het te kunnen doen. Ja. De eerste echte heat wordt nu verreden. Wat is het gevoel dat overheerst? Ja, dat is toch wel een... ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Want het is gewoon een beetje onwerkelijk dat het nu allemaal in bedrijf is en dat de eerste echte klanten binnen zijn. En ik vind het fantastisch, maar ook een beetje onwerkelijk. Ja. Heel veel succes. Dankjewel.